Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Coop Hulsbos, AGK Elektro, Vogelenzangs Administratiekantoor, Versluis Verkeerstechniek, Schildersbedrijf Roelen, Giant Store van Bakel. Soep TV. Goedemiddag, we zijn hier in Vogelenzang. Het is 18 en 19 april, het is het weekend van de bloemmozieken. We zijn afgelopen vrijdag zijn we langs geweest bij verschillende mozieken om te kijken hoe ze aan het maken waren. Nu is het zondag en achter mij is het evenement en de proeverij in volle gang. We gaan eens even een rondje lopen om te zien wat er allemaal aan de hand is. Eerst gaan we terug naar vrijdag, dan nemen we u mee naar hoe we de mozieken hebben gemaakt. We zijn hier in Vogelenzang, het is mozieken weekend. We gaan even kijken bij de deelnemers hoe ze ervoor staan. Het is vrijdagavond. Nou, laten we eens even kijken. Stijn, vertel eens. Wat ben je aan het maken, jongen? Nou, we maken een... piano, een gitaar, de Eiffeltoren en Van Hoed en Minderbaak. En welke ben jij aan het maken? Een piano. En waar ligt die? Binnen. Binnen? Ja. Goedenavond. Nou, zoals jullie zien zijn ze hier ook al druk bezig. Stijn is een piano aan het maken. Ah, je bent lekker bezig. Ja. Nou, ik zie ook een gitaar, die ziet er ook mooi uit. Niels, die was jij aan het maken? Ja. Of zijn je vader aan het maken en de buren? Nou ja, dan hebben we het hier wel gezien. Dan gaan we door naar de volgende. Bedankt, succes nog even. Ja. Doei. Ja, vorig jaar stond een hele grote Dora in je tuin. Nu zie ik André Hazes. Van waar André Hazes? Ja, nou ja, we hadden de eerste wat anders in gedachten, maar ja, dat ging helaas niet de werkelijkheid worden. En toen dachten we, nou, we kwamen dat op internet tegen, van een mooie foto. Ik dacht, nou, dan gaan we maken. Ja, hij is gaaf. Hey, maar vorig jaar moest je nog tot laat in de nacht doorwerken. Hoe staat het er nu voor? Nou ja, we zijn nu, zoals je ziet, zijn we aardig ver. Maar de kleine details en de kleine behoren wat erbij moet, zoals de vlieger en nog een muzieknoot erbij. Ja, dat is nog de dingen die we nog moeten doen. Maar ja, dat zijn de kleine puntjes op de i, durende het langste natuurlijk. Ik zie, je hebt ook een nieuwe buurman gekregen dit jaar. Ben Weijers, iedereen kent hem wel. Doet hij ook nog het een en ander? Of... Ja, ja, hij heeft zich gisteren zeker geholpen. En ja, wat wil je anders met zulke buren? André, ja, ook helemaal top. Vannacht tot 2:30 bezig geweest met z'n tweeën. Dus nou, super hulp. En nou ja... Vrienden, kennissen, ouders die mij hebben geholpen, hè? Moeders met de koffie. Ah, Rob, bedankt. Succes nog even. Ja, dankjewel. Ben, jij ook. Succes nog even. Jullie bedankt. En we gaan. Jullie ook bedankt. Ja, graag gedaan. Dus de feestcommissie van... Ah, inderdaad. Van we zijn nog lekker bezig. Oh, nee, dan moet het goed komen. Wij gaan weer naar de volgende. Bij het volgende mozaïek zijn we aangekomen. En ik zie hier een hertog liggen. Een hertog Jan. Kan je er meer over vertellen? Ja, zeker. Hertog Jan, dat is een grote vriend van ons en ja, het zit ons gewoon in het bloed, hè, Hertog Jan. Ja, ben je ermee geboren? Nou, min of meer. Oké. En we staan hier in de Graaf Florislaan. Is het misschien familie? Wij vermoeden dat het een broer is van Floris. Okay. En dat die hertog is geworden ergens? Ja, door Graaf Floris is die benoemd, hè, door hertog. Oh ja, ja, ja. Naar Brabant verhuisd. Oh, naar Brabant? Ja. Dus jullie hebben me eigenlijk weer teruggehaald na al die jaren? Ja, want dat denk ik wel een goede begon weer gebruiken hier in het dorp. Nou, dat is zeker belangrijk. Ik zie hier ook mensen aan een kopje thee, die zijn zeker dan niet echt met Hertog Jan in het bloed. Ja, dat zijn de jonkvrouwen, die moeten een beetje rustig houden. Oké, ja, dankjewel. Oké. Zo dames, lekker aan een kopje thee en een taartje, smaakt het? Oh, een lekker taartje van Vogelvrij. Ook gesponsord taartje door Vogelvrij? Ja, niet normaal. Ik vind, die mensen hebben top hun best gedaan. Dat halve avondje wat wij daar moeten doen. Ik Vogelvrij, chapeau. Ja. We staan hier bij de schuur van de familie Verdegaal. Hier wordt echt hard gewerkt. Ik zie hier zo'n 20 man staan. 20 man die staan te steken en te prikken. We gaan eens even binnenkijken. Je ziet het, alle polen uit het dorp, inclusief Sander, Theo, zijn hier ook voor gevraagd. Het is echt monnikenwerk met een schaartje alles bijknippen. Trudy, je staat alles bij te knippen. Ja, vertel. Nou, dan komen de randjes beter naar voren. De randjes komen beter naar voren. Alles wordt afgezet met een randje en dat willen we graag dat het ook zichtbaar is. Dus om het mooie knippen hopen we dat het zichtbaar blijft. Nou, het ziet er prachtig uit. Dankjewel. En moet er nog veel gebeuren? Nou, we hebben nog paddenstoelen die gestoken worden. Het hoofd is bijna klaar.
één naar bord is klaar. Tweede, bijna. Daar zitten de polen, zou ik maar zeggen. De garnalenpellers. En die zijn denk ik toch wel het belangrijkste ook. Dat, als die niet werken, dan hebben we hier niks te doen. Hoe lang zit je hier al? Hoe laat is het nu? Het is nu 8:30. 23,5 uur. Nou, je ziet het erop, ziet er al 23,5 uur. Hij ziet er op zich nog wel goed uit. Ja, maar dat komt door die snoep, hè? Dat komt door die snoep. Die houdt je scherp. Dat houdt je scherp? Ja. Ieder uur hebben we 3 minuten pauze, maar die mag je opsparen. Okay. Dus als je dan 6 uur gewerkt hebt, heb je 18 minuten pauze. Oh, dat is wel fijn. Ja, dan kan je echt even lekker naar de wc of zo. Loes, jij zorgt de hele dag voor de catering. Hoe gaat het tot dusver? Nou, het gaat hartstikke gezellig. Iedereen heeft het naar zijn zin en ze vinden het allemaal leuk. Dus. Dat is mooi. Ja, hartstikke. Even een vers bakkie. Een vers bakkie, dat houdt ze een beetje op de benen. Dan straks nog een chocolaatje en straks een borreltje en een bitterbal. Bitterballetje, nou ja, daar kunnen ze de hele avond er wel weer mee doorgaan. Nou, wij gaan er weer vandoor. Nou, succes weer even. Ja, dankjewel. Ik zie hier de Mariakapel. Piet zit al op zijn knieën. Ik denk dat hij al aan het bidden is. Piet, zit u de hele avond al op je knieën? Of? De hele avond al op mijn knieën. Kijk, en hier staat de krattenbier staat eronder. Oh, de krattenbier ook nog? Nou ja, dan... Want anders kan ik niet bidden. Mevrouw Hilsenbos, u kijkt gewoon toe of heeft u ook meegeholpen? Ik heb een beetje meegeholpen. Ik ben meer van een beetje... Nou, gewoon, we hebben het samen een beetje gedaan. Een beetje rommeltjes opruimen en doen en gaan. We hebben samen de spullen erin. Dus ja, prima. Nou, jullie zijn ook voor het eerst in 3 jaar mooie tijd klaar. Voelt dat goed? Dat voelt prima, ja. Nou, succes nog even met dichtplakken. Ja, dankjewel. Ja, nou ja, de andere kant, van deze kant, had een kier. Dus. Een kier. Maria met een kier. Maria met een kier. Ja. Nou ja... Tot zover vanuit de Mariakapel. Ja. Ding dong. Hoi, hoe gaat het met jullie muziek? Ja, goed, maar wel druk bezig. Mogen we even binnenkomen om te kijken? Nou, we gaan even kijken bij de familie Gorter. Karin, hoe gaat het? Goed, stresserig. Stress? Ja, we hoorden al zo wat hier in het dorp, dat het een beetje van 4 huisjes naar 2 of van 2 naar 4. Hoe zit het nou? Van 4 naar 2. En er komt een oefenhuisje voor de mensen die langskomen. Een oefenhuisje? Nou Bjorn, dan kan jij ook nog oefenen. Ik zie achter in de tuin Ron ook spelen. Ron, doe je ook nog wat? Nee. Ik heb alleen bouwdienst. Ron heeft bouwdienst? Alleen de bouwdienst. Met de bouwploeg. Ik ben 5 dagen bezig, dus valt best mee op zich. Oh, deze molen? Ja, die moet nog voren verscheept worden en nog volgestoken worden. Maar steken is voor de meiden. Dat doen we niet. De dag. Karin gaat het hele weekend en maandag. Voor iedereen die slechter bent. Ze haalt mensen ook thuis op, heb ik gehoord. Met Wendy samen gaan we morgen van 12 tot 5 rijden wij met ons bus. Ja. Dat is toch wel top geregeld, hè? Boven een bepaalde leeftijd, hè? Oh. Ja, nee. Nou, ik ben al... Slechte medemens, hè. Dus ja, hij is... Jorn is jong, dus, maar die mag wel mee. Die mag wel mee. Ja, die mag wel mee. Ah, Bjorn is een uitzondering dan. Ja. Oh, het wordt gesponsord? Ons door Connection. Connection. Connection, wat anders. Ja, ja dus... De Connection Babes. Ja. Ja, het licht gaat dan al. Het gaat al aan. Zijn we hier ook welkom? Nee. Ja, Chill TV, Tera. Hoi, we komen even kijken bij de mozaïeken. Nou, kom maar binnen. Nou, ik ben benieuwd. Kijk eens aan. Hallo. Dag. Hier wordt ook al lekker druk gewerkt. Kijk, Raoul is ook goed bezig. Oh, er zijn al 3 flessen wijn leeg. Monique Seders is ook aanwezig. Oh. Wat zeg je, wat ligt er allemaal? Een hoofd van Rapunzel en een chameleon. Een hoofd van Rapunzel? Nou, het hoofd. Het lijf ligt buiten zeker dan. En Raoul, hoe gaat het, jongen? Je bent echt een precisiemannetje, zie ik al. Met haar maken, hè? Het haar van Rapunzel? Jazeker. Nou, Raoul, ik zie ook een wijntje. Ben je helemaal van je geloof afgestapt? Nou, hier, kijk eens. Allee, een duveltje. Dit dan een duveltje.
Nou goed, hier staan dus ook alle kratten nog binnen. We gaan bij de volgende kijken of daar nog wat gebeurt. Ja, goedenavond. Hier is live Chilip TV. We komen even kijken hoe het ervoor staat. Ja, ja. Die hadden jullie niet verwacht. Zeg, hoe gaat het? Hoe staat het ervoor, Dorien? Het staat er goed voor, jongen. We zijn nog lekker druk. Maar we zitten nog steeds goed in het... Dat is belangrijk. Je bent lekker in de hyacinten. Ja, in de hyacinten inderdaad. Wij gaan weer verder met de gele prikken. Alleen maar de achterkantjes, dus heel veel werk. Maar nou ja, goed, het wordt erg leuk en we hebben er nog steeds heel veel zin in, dus dat moet goed gaan. Ah, dat is mooi. Ja, zeker weten. Kijk, Nienke gaat verder met welke kleur, weet ik niet. Paars? Ja, paars. Die zit in een ander project, dus er lopen hier diverse projecten door elkaar heen, maar we blijven nog steeds in het goede. En dat gaat ook goed? Ja, volgens mij wel. Nienk, ben je nog steeds bezig met je eigen ding? Ja. Nienke, en jij? Ja, ben je lekker bezig? Ja, gaat goed. Wat is jouw project? Met dak. Oh, met dak. Oh, kijk. Ja. Dat boven je hoofd is wel belangrijk natuurlijk. Ja, klopt. Oh, dak gaat eraf? Ja, dak gaat eraf. Druk bezig. En Ari, jij staat met een hart in je handen. Vertel. Dat is een hart. Ola. Ola. We zeggen alleen maar verkeerde dingen. Oh, ik zie het. Oh, het wordt een ijskoukar. Nu zie ik het. Ja. Sean, je hebt een lekkere bruine kop. En nou tussen die hyacinten. Lekker, hè? Voelt dat vertrouwd? Ja, dat voelt echt weer helemaal vertrouwd, joh. Dacht ik wel, je bent lekker aan het knippen en aan de rotzooi. Aan de rotzooi. Jongens aan het helpen. Belangrijk, hè? Ja. Dat komt niet af, hè? Nee. We hebben tot nog tot morgen 12 uur. Dus. Ja. Ja. Zo is dat. Een werkende ijskoker. Een werkende ijskoker. Wie wil dat nou niet, natuurlijk? Ja, precies. Je krijgt het er al koud van, Jos? Nou ja, ik krijg het al koud van, hoor. Dat klopt, Bob. Of Job. Hoe heet jij? Nou ja, voor deze avond zeg ik proost. En we zien jullie morgen op de Franse Borrel of op de proeverij. Ja, dankjewel. Ja. Bedankt voor het kijken naar de voorbereiding van de mozaïeken. In deel 2 van het Vogelvrijweekend ziet u onder andere beelden van de Franse middag, het eindresultaat van de mozaïeken en beelden van het proeverij op het plein. Heeft u suggesties? Mail deze naar chilptv@gmail.com.